Goedemorgen, tof dat je kijkt naar de nieuwe melanoom-monoloog nummer 10. Ik vind het zelf ook een moeilijk woordje. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor al jullie reacties op mijn vorige vlog. Waarin ik vroeg van, goh, wat zijn nou onderwerpen die je wil zien? En, dat is de cookie. Wat zijn nou onderwerpen die je wil zien? Wat zijn de vragen die je hebt? Jij mag dadelijk weer kijken. En daar heb ik echt wel leuke reacties op gekregen. Dus daar wil ik eigenlijk nog... daar ga ik zeker aandacht aan besteden. Maar daar wil ik eventjes... ga ik even de tijd voor nemen om dat... om dat goed te doen. Dus daar ga je zeker nog van horen. Nou, heel veel kijkplezier. Goedemorgen. Oh, het is zondag 4 augustus. Ik ben super lekker aan het rennen. En... ik heb lekker muziekje aan op Spotify. Lekker de 90s rock anthem nog steeds. En vorige keer hoorde ik ineens I'm Still Alive. En, ja, dat is natuurlijk zo. Dus ja, ik loop me nu ontzettend dankbaar te voelen. En misschien herken je dat wel. Als je gewoon... dat je zo... het gevoel dat het zo helemaal door je heen stroomt. En dat ik me zo gelukkig voel. Oh, dat is echt het beste gevoel dat er is. Ik denk dat ik nu 20 minuten aan het rennen ben. En ja, dan heb ik dat al. Weet je? En dan denk ik ook nog leuke gedachten. En dan ontplof ik bijna van geluk. Oh, het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk. En eigenlijk had ik dat ook al voordat ik kanker kreeg. Ik kon me ook al zo intens gelukkig voelen. Maar ja... het is ook heel lekker om te denken, maar daar hoef je natuurlijk niet per se kanker voor te hebben. Maar ja, ik leef. Oh, ja, ik leef gewoon. En kijk ook waar ik leef. Rotterdam. Ik leef in Rotterdam. Het is zondagochtend. En de zon die schijnt. En ja, een stukje voor mij is de Rotte. En ik kom hier echt helemaal tot mezelf. En ik denk wel dat tot mezelf komen is gewoon zo fucking intens. Intens gelukkig zijn dat ik leef. Ja, wat heb je dan nog meer nodig? Ja. Oh, en kijk. Een cadeau. Kijk dan. Kijk, die vlinder. Open, vrienden. Voor de kijkers thuis. Ja. Is het gewoon een dagbouwoog? Kijk. Ja, een hond. En het enige wat ik doe is kijken. En alles is er al. Ja. En een bij. Daar zit een bij. Intens gelukkig deze zondagochtend. Oh, lekker. Goedemorgen, het is maandag en het is schoolvakantie en ik hoef vandaag niet te werken, maar ik ben toch wat vroeg op, want ik ga zo naar het Erasmus voor de longfunctietest. Die krijg ik elke 3 maanden, als ik het goed zeg, omdat ik ook sarcoïdose heb. Dat is een ziekte, ja, waar je ontstekingen van kan krijgen door je hele lichaam, maar het zit vlak bij mijn longen. Bij de lymfeklieren tussen mijn longen. Dus ze moeten gewoon even goed in de gaten houden dat ik daar geen last van krijg. Elkaar daar niet zo heel veel aan doen. Dus ik ben wel een beetje... En dan ga ik zo naartoe op de fiets. Dus, en ik zal je meenemen. Vijf voor negen. 9 uur afspraak. Ik ben een beetje aan de late kant. Ja, ik
Trouwens, mijn haar veulen, die jongens, zoveel werk altijd. Lekker belangrijk. Dat is ook erg belangrijk. Dus, ik ga naar binnen. Zo, het zit er alweer op. Ik kon niet filmen binnen, want we hebben allemaal hele strenge regels met hygiëne en handen geven. En ik moest ontsmetten en dan kan ik niet meer mijn telefoon pakken. Kijk, ik sta nu in de luchtbrug. Maar wat houdt het in? Ja, je krijgt een van de apparaat met een soort zo'n ding wat je ook aan je snorkel hebt. En dan moet je heel diep in- en uitademen. En dan kunnen ze dus zien hoe je uitwisseling van gassen is. Dus met zuurstof in, opname en koolstofdioxide weer uit. En ook hoe groot je longinhoud is. Dat is een hele leuke, wat is het? Ik weet echt niet eens hoe dat heet. Longen, meneer. We hebben een super fijn gesprek gehad. Zo leuk, hè? Die maken natuurlijk van alles mee. Die was vroeger radioloog geweest. En ja, nou, het was een leuk gesprek. Dus ik ga nu naar huis en dan ga ik lekker met de jongetjes naar de speeltuin. We zijn in het Erasmus weer voor de uitslag. En ik was de afspraak helemaal vergeten. En we mogen wel nog komen. Dus... ga nu gauw naar boven, naar dokter Fischer. Veel te laat. Zo, we staan alweer buiten. Ik was veel te laat, dus ze hadden mij eventjes gestald in de wachtkamer. Maar ik had gelukkig goed gezelschap. En de uitslag is eigenlijk dat de longinhoud is nog steeds hetzelfde. Die is 119%. Super goede longen. Weet je, dus het is gewoon echt jammer dat je als kankerpatiënt geen donor meer kan zijn. Stel nou, dat hoop ik natuurlijk niet, maar dat je onder een auto loopt, dan is het ja, jammer joh, van die longen. Dat is toch stonde? Dus moest je toch eigenlijk gewoon een vinkje van dat iemand nog kan kiezen of zo. Maar goed, ik ga helemaal niet dood, dus dat is helemaal niet aan de orde. Iets wat minder goed was, was de opname van zuurstof. Die is 10% lager dan de vorige keer. Maar dat hoeft niet per se iets te betekenen. De marge die ze hanteren is ook 10%. Dus een soort grensgeval. En over een paar weken moet ik weer... door de scan en dan kunnen we met zekerheid zeggen dat het niks is. Daar ga ik vanuit. Goed, is het even goed fijn om te horen dat de longinhoud in ieder geval goed is. Want als er uitzaaiingen zou zijn, heeft ze me uitgelegd, dan is je longinhoud ook minder. Omdat er dan plaats ingenomen wordt door eventuele tumoren. En dat, ja, daar lijkt het niet op. Ik begin al helemaal te praten als een dokter. Goed, nou, maakt er ook een mooie dag van, dan gaan wij dat ook doen. Doei!